Hey mensen van GamerKingNL en welkom, daar zijn we weer bij de volgende One Man Army episode. En we krijgen wat XP. Zo. Dat is niet genoeg, maar maakt niet uit. We moeten even wachten tot hun iets verder zijn. Dan gaan we in de tussentijd wel gewoon even door met minen. Want ja, het hoort erbij. Maar ik vraag me af wat mijn speet is. Ik had een hele leuke speet. Au. Waarom springt dat dus? Speet. En ik heb ook een leuke boog met Infinity. Speet. Speet? Ik zie alleen Diamond Hoe. Waar de hel is mijn speet, jongens? Oh. Hallo, speet. Waar ben je? Mijn... Ja, dan krijg je wel zo'n gejanken hond, maar dat heeft geen zin. Speet. Huh? Oh, misschien ligt hij nog in onze fabriek. Maar dan ga ik eerst wel even wachten. Dan pak ik hem straks wel. Want die speet die gaat lekker snel, jongens. Echt. Tjong. Dan gaan we ondertussen wel even weer rustig door met minen. Ik zat me net te bedenken dat ik die trap wel anders moet. Ah, weet je, die trap, dat boeit ook helemaal niks. Hoi, zombies. Hebben jullie zin om met mijn zwaard te maken krijgen? Ja. Dat hebben jullie zeker zo te zien. Oké, dan gaan we minen. Minen is gewoon het leukste van heel Minecraft, toch jongens? Ja, geef nu maar toe. Dat is echt gewoon mining. Nee, mining is gewoon het saaiste van heel Minecraft. Nou, cobblestone minen. Gewoon in dungeons exploren, dat is wel leuk. Maar cobblestone minen? Eigenlijk moet je automatic cobblestone miner hebben dan. Nou, dat kan in Tekkit, maar niet hier in Default Minecraft. Denk ik. Niet dat ik weet. Automatic cobblestone minen, dat de cobblestone automatisch naar de chest komt. Nee, dat gaat echt niet lukken. Toen moet je ook transporter pipes en zo hebben. Dus nee, dat is echt gewoon Tekkit fantasie. Ik ga door tot aan die iron rand en dan vind ik het wel goed. Dan heb ik genoeg kobbel binnen. Oh, tering. Ik heb ook een hele grote cave binnen. Hele grote cave. Waar ik nog nooit ben geweest. En ik ga nu naar boven. Nee, eerst even kool hakken. Zo. Of gewoon XP mining. Ding ding ding, ding ding ding, ding 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 ding. Nog meer kool. Tik 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 tik. Hey, waarom kreeg ik kool uit sommige? Geen kool uit sommige, geen XP. Dat vind ik niet lief hoor. Ik wil mijn XP. Oké. Oké, oké. Hebben we weer wat. Oh, ik ben alweer level 30 nu. Oké, dit moet genoeg zijn om het eigenlijk af te maken. Bijna 3 stacks. Want 2 stacks had ik bijna... Nou, ik weet niet. Dit is nog niet genoeg. Ik heb 4 stacks nodig. Denk ik. Zo ongeveer. Voor 1 rand, hè jongens. Voor de... Oh, dat is echt tering veel. Maar dat maakt niet uit. Als ik niet aan dit was begonnen, aan wat zou ik dan zijn begonnen? Aan, ik weet niet. Als ik niet op het idee kwam om gewoon een fabriekje te bouwen, wat zou ik dan hebben gedaan? Helemaal niks? Levenloos de wereld verkennen? Terwijl ik al heel ver ben geweest. Misschien de... Die Ender Dragon Egg, die kan ik nog wel ophalen. Dat kan ik nog wel een keer gaan doen. Want dan heb ik een medaille hier liggen. Gewoon van, oké, goed zo, jij hebt hem verslagen. Als een eggvorm, dan zet ik hem, oeps, tussen glas of zo. Echt zo van, moe, ha, 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 ik heb het gedaan en jij niet, haha. Oh, wat ik nu meteen doe, is deze randen. Dan kan ik straks heel makkelijk verder bouwen. Heel makkelijk.
Heel makkelijk. Heel. Heel. Moreel. Ik kom wel steeds hoger. Eigenlijk moet ik vliegende schoenen hebben of zo. Of schoenen dat ik gewoon naar beneden kan springen zonder dat ik dood ga. Luchtkussenschoenen. Eigenlijk heb ik dat nodig. Oké. Hoe hoog moet Ezo rand? Is dat 4 of is dat 3? Even kijken. 1, 2, 3. Oké, 3 en dan koolstof. Dus ik moet nog. Dat snap ik hem. Dan moet ik hier nog 1 rand op zo. Tik, tik, tik. Ja, bij Tekkit, dat switch je het allemaal automatisch. Dat is een stukken fijner. Ja. Beetje verveling tijdens het plaatsen. Ik vind het wel leuk om te doen, maar wat moet ik toch allemaal praten hierbij? Ik kan volgens mij net zo goed een leuk muziekkerketje onderzetten als ik dit ga doen. En dat jullie gewoon kijken hoe dit. Nee, dat is geen commentary meer. Dat is gewoon niet meer leuk. Want dan zien jullie mij een beetje levenloos bouwen. Daar heb je wat aan. Ik kan het wel een keer doen, maar niet altijd. Buildings so awesome, epic base. Ik vind het best een heel epic gebouw. Voor legit, ja. Is zeker te doen. Zeker weten. Het is ook best hoog en best gevaarlijk in hardcore mode. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Oeps. En mijn wheat farm is bijna ready. Ik denk dat ik over 2 episodes wel dat hij ready is. Want ik sta nooit af away from keyboard in de map. We gaan altijd of aanwezig en recorden of afwezig. En dan disconnected. Disconnected of gewoon saving quit the title. Maar ja, boeien. Disconnected. En nee, het is geen multiplayer server. Ik ga wel T doen. Dat zien jullie. Er komt dan een nieuwe snapshot. Snapshot. Maar ik kan niet cheaten als het goed is. Want ik zit namelijk in hardcore. En als ik in hardcore mijn game moet kan changen, dan ga ik flippen, want dat wil ik niet. Want mijn nummer 1 regel is no cheating. En daar ga ik me ook echt zeker aan houden. Want ik hou me natuurlijk wel aan mijn eigen regels. Dat lijkt me logisch. Oké. We hebben zaak de volgende verdieping af, jongens. Want daar zo komt de rij. Ja, precies op die rand van Cobblestone heb je twee. Ja. Dit is de rand die af moet. En daarna kunnen we weer een verdieping erbij bouwen. Een hele verdieping. En daar komt de cactus farm. Definitief. Een cactus farm. Nou ja, definitief wil ik niet zeggen, want ik weet me nooit. Misschien denk ik wel bij mezelf van ja, cactus farm. Ja. Hij hoeft ook niet groot op zich, de cactus farm. Zou ik maar altijd even wat cactus heb. Het gaat gewoon om het idee dat ik een cactus farm heb. En ja. Dat is gewoon de reden. Verder heeft het helemaal niks. En ik bouw hier nou gewoon een wegje zo telkens omhoog. De nieuwe verdieping komt precies op deze laag. Waar ik, of op die laag. En ik ga daar zo langs de zijkant het trappetje omhoog bouwen. Wat ik ervoor nodig heb is weer heel veel hout. Oeps. Go down. Auw. Dat doet pijn, ja. Ik voel daar met armor en ik voel bij val. Oké, maakt niet uit. Ik ga er een paar boompjes ommaken. En daarna vind ik het genoeg voor deze episode. Op het moment dat jullie deze video zien, dan ben ik nog net niet op vakantie, denk ik. Want ik ben vrijdag de. Hoeveelste dag was het dan eigenlijk? Vrijdag de 27e ben ik op vakantie.
Ik heb heel wat video's van jullie gemaakt. En dan kan Nexion ze gewoon uploaden en openbaar zetten. Nee, wacht. Ik upload ze, Nexion zet ze openbaar. Dat jullie dan gewoon video's van mij krijgen. Ik kan via mijn mobiel op Skype. Dus dat betekent dat ik nog gewoon een keertje in een record kan komen. Dus ga ik gewoon bijvoorbeeld met Tim, ga Tim opnemen. Dan ga ik gewoon meepraten. Gewoon heel off-topic. Gewoon een beetje ouwehoeren. Want het gaat toch meer om de fun dan om eigenlijk wat we doen. Nee. Het gaat eigenlijk, allebei gaat het om. Het gaat om hoe wij het beleven en om hoe wij het maken natuurlijk. En waarom ga ik nu hierheen? Ik wou bomen gaan kappen. Ik heb een beetje weinig uitgang eigenlijk. Oh. Oké, daar zijn we weer. Ik was vergeten mijn microfoon aan te zetten. Ik werd gebeld door iets waar ik van schrok. Maar niet uit. Ik vond het best grappig. Oké, we zouden hout gaan hakken. Het was best een shit gesprek. Want het begon met... Goedenavond, meneer. Goedenavond. Goedemorgen. Nou, ik dus. Goedemorgen. Zij. Is Henk Harmsen of zoiets thuis? Ze is van... Nee, Henk Harmsen woont hier niet. Woont u in Doetinchem op de Zowat-Zowatstraat? Ik denk, nee. Oké. En het was Justitia. Huh? Ja, dat dacht ik ook. Huh? Wat moet ik met Justitia? Nou ja, maakt niet uit. Mijn telefoonnummer is nou daar uit het systeem gehaald, omdat het een verkeerd telefoonnummer was of zo. Iemand heeft mijn telefoonnummer gebruikt om zaken te doen waarschijnlijk op het internet. Maar niet uit. Ik heb er niks mee te maken. Niks mee te maken. Ik ben veel te druk met jullie. Met YouTube. Met jullie. Lol. Dat klinkt best raar. Ik heb veel te druk met jullie. Nee, grapje. Dit doe ik ook van mijn eigen plezier natuurlijk. Gebruik ik nou dit normale hout? Of ga ik... Nou ja, ik ga wel nou de volgende verdieping van dit hout doen. Want nu heb ik al zoveel van dit hout dan... Volgens mij hadden wij nog heel veel logs, of niet? Want ik had toen een heel groot stuk zitten uithakken. Toen een keer. Maar ja. Maar niet uit. Meer hout is altijd welkom. Oké, 50 logs. Nou, daar heb ik genoeg aan. En jongens, ik sluit het even episode af als ik bij ons huis ben. Want ik moet nog eventjes wat doen. Pff, ik schrok wel van het telefoontje. Ik denk van, huh? Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik heb toch niks gedaan. Ik heb toch al mijn dingen betaald. Al mijn games en blablabla. Bla bla. Maar ze zaken aan de telefoon meteen van... U bent een bedrag van €260 verschuldigd. Wat? Nee, maar toen was ze verkeerd verbonden. Dat is leuk. Niet eens even zeggen van... Oké, ja, waar kom je vandaan? Oh, waar kom je vandaan, lol? Waarvoor bel je? Niet eerst even vragen naar de naam. Nee, achteraf. Nou ja, weet je, boeien. In ieder geval jongens, laten we kijken naar deze episode. En ik zie jullie de volgende keer. Doe even een groene duimpje omhoog en voeg de video toe bij je favorieten. En als je niet geabonneerd bent. Hierboven staat een subscribe. Blokje ding. Laat op.